Goed, na de wedstrijd Alverna Silvolde 5-1 en ik sta met de winnende coach Rob Boma. Een zenuwachtig Alverna in het begin, vond ik. Ja, we waren wat onrustig, in balbezit vooral. Maar ik was heel blij de manier waarop we vooruit verdedigden. Dat zag er gewoon goed uit, fanatiek uit en dat deden we heel goed eigenlijk. Als ik hoor dan natuurlijk dat zoals je weet op de eerste 10 minuten, nou, daar had Silvolde eigenlijk jullie eigenlijk al genadeloos kunnen afstraffen eigenlijk. Ja, ze kregen 3 goede kansen, eentje ging erin. Eentje bereiden we eigenlijk zelf voor, maar nee, dat was wel een fase waarbij de wedstrijd zomaar op slot had kunnen zitten. Dan komen we een beetje goed weg, ja. Oké, gaan we 20 minuten verder. Dan zie je Alverna opkomen. Twee keer een mooi doelpunt door het hart van de verdediging. Stond je ervan te kijken? Nee, nou, ik weet dat we heel goed kunnen voetballen. We scoren heel makkelijk. Dat zie je ook in de stand, hè, de doelpunten die we voor hebben. De eerste was trouwens over de zijkant, hè, een goede aanval over de zijkant. En de tweede was inderdaad een counter eigenlijk. Het was een schot voor jullie en daar komen we heel snel uit. Prachtig afgerond. Ik stond er niet van te kijken. Ik weet dat we het kunnen, maar het is wel heerlijk dat het dan in deze wedstrijd gebeurt natuurlijk. Ik zie een glimlach op je gezicht uiteraard. Hè, de trotse koploper op dit moment. Tweede helft, koploper bewaardig gevoetbald. Ja, ik denk dat we het goed gespeeld hebben. Vooral ook volwassenheid. Rustig gebleven, gewacht op onze mogelijkheden. En toch ook bij vlagen weer het initiatief gepakt. Vooral hele goede doelpunten gemaakt. Prachtige doelpunten natuurlijk. Okay. Als je nu de hele wedstrijd bekijkt, hè, had je van tevoren een strijdplan hoe je Silvolde ging bestrijden met de jongens of niet? Ja, nou goed, wat we gedaan hebben is ook gebeurd. En is gelukkig ook goed uitgepakt. Daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Maar hij wilde ze heel vroeg bij de keel pakken, zeg maar. En niet te laten voetballen. Omdat we weten dat de voorhoede gewoon erg goed is. En zo ver mogelijk van onze goal houden. Het is wel een risico, zeker met Rick Bouwmeester natuurlijk, met zijn snelheid. Maar we hebben daarop op gespeeld en dat is goed uitgepakt. Okay. Tot slot, de volgende vraag. De competitie is eigenlijk nog lang. Wat zie je Alverna nog doet dit seizoen? Nou, als ik kijk in de eerste klas vind ik de verschillen niet zo heel groot. En het lijkt nu een beetje een beetje duidelijkheid te komen in de stand. Hè. Dus je ziet PSK omhoog komen. Glanenbrug heeft, meen ik, vandaag ook gewonnen. Dat vind ik toch wel hele goede ploegen. Daar hebben we wel van gewonnen, maar dat was niet vanzelfsprekend. Met heel veel pijn en moeite. Maar Sevolle hoort daar ook bij. En ik schat AWC ook hoog in. Onze buurman. Oké, okay. Dan hebben we het met 4 ploegen gaan we de strijd aan. Ik bedank je Rob voor de tijd en succes verder. Prima, dank je.